nummer 12 Heracles tegen nummer 18 PEC. Een verschil van slechts 6 punten. PEC eigenlijk al het hele seizoen aan het proberen om van die laatste plaats af te komen. En ze komen er steeds dichterbij. Heracles is meer en meer in de zorg gekomen. En hoopt daar verder van weg te blijven door vandaag te winnen. Met de volgende 11. Qualiata terug van een schorsing. Maar dus meteen weer op scherp omdat hij er 9 heeft. Hoogma op de bank vandaag en niet centraal achterin. De La Torre op het middenveld. Net als Kier Mortsoglu en Ouaïmen voorin. Een plek voor Bakis. Hij moet het gaan doen. Het vredesteken, zoals we gisteren ook al zagen bij RKC Twente. Natuurlijk ook een signaal van deze twee teams. Dat er voor oorlog eigenlijk geen plek is op deze wereld. Zonder uitsupporters moet PEC het gaan doen vandaag. Bij PEC is de grootste verrassing op het middenveld dat Thomas van der Belt speelt. Hij vervangt Rico Strieder die op de bank zit. Verder eigenlijk geen grote verrassingen. Behalve dan natuurlijk de afwezigheid van Meester Wit. Die is geschorst en Kenneth Paal moet dan aan die linkerkant die rol gaan overnemen. Dat zal toch lastig zijn, want Meester Wit is niet voor niets gedeeld topscorer van de club. Samen met Dashaun Redan, die wel in de basis staat. Maar dan voorin natuurlijk bij PEC. Larsen kan koppen. En het binnenkoppen moet dan ook nog gebeuren. Want de bal van Larsen had te weinig snelheid. Die van Kier Mortsoglu niet. Maar daar ontbreekt dan de juiste richting. En zo probeert de ploeg van Wormoed uit de startblokken te schieten. Foutje van Van der Belt. Opgelost voorlopig door Van Polen. Maar het is maar voor kort. Want hier is Larsen. En Larsen in de verre hoek. Probeert daar Lamproet te verrassen. En dat is de eerste echte gevaarlijke poging in deze wedstrijd. In de 6e minuut. Maar de reikwijdte van de Griek is voldoende. Om de Deen daar van scoren af te houden. Hij schiet hem er bijna zelf in. Sierhuis. Ondanks zijn blessure. Saimak. Valou. Bal smoort daar in het 16 meter gebied. Saimak had nog wel gehoopt op een vrije trap. Maar Darvalou kon door. En kon dus ook voor het schot gaan. Schot van Bakis. Je ziet de poging van ver aankomen. Hij heeft zijn dips gehad, zoals Wormoed het zo mooi zei. Maar hij heeft zeker niet zo vaak gescoord als deze man dat gedaan heeft in het shirt van Heracles. En zeker in de combinatie met Armenteros. Helemaal dodelijk. Fadiga wordt daar even tegengehouden door Paal. Ouaïm gaat door. Lamproet zijn goal uit. En dan is dat doel natuurlijk helemaal leeg. En is het een kwestie van afronden voor Luca de La Torre. Wat doet Lamproet daar? De La Torre maakt het niets uit. Die kan zijn eerste eredivisiedoelpunt van het seizoen maken. Bas Shikoglu even omgeruild van Kan met Larsen. Geeft een paas die eigenlijk niet op maat lijkt. Maar Nakayama verslikt zich in duel met Ouaïm. En dan is daar Lamproet al. En stel je de vraag nog maar een keer. Waarom? Wat doet hij daar? Als er ook nog verdedigers in de buurt zijn. Zelfs uit zijn eigen 16 meter. Dan is het doel leeg. En is het voor De La Torre prijsschieten. Was als Çikoglu. Knoester tot 2 keer. Toe en Kier Mortsoglu ook nog 2 keer. Maar vervolgens houdt het op. Fadiga nog met het schot. Hard. Heel hard. Maar wel recht op Lamproet af. Het is vooralsnog heel eenvoudig voor de Heracliden om PEC onschadelijk te maken in aanvallend opzicht. En zelf wordt er toch geregeld wat gecreëerd. De La Torre. Qualiata zelf doorgelopen. Gaf zelf de paas op De La Torre. En schiet nu bijna de 2-0 binnen. De paas van Qualiata was al goed. De loopactie nog beter. Beloond met een paasje terug van De La Torre. De maker van de 1-0 geeft daar bijna de assist op de 2-0. Lekkere dag om naar het stadion te gaan. De zon is bijna het stadion uit, dat wel.
eigenlijk de hele eerste helft nog heel veel mensen die hun hand boven de ogen moeten doen als een soort afdakje. Larsen loopt zich vrij en behoudt ook goed het overzicht. Basta Çikoğlu. Kwaliata. Clement met het hoofd. Kjumurtsoglu. Fadiga. Ruimte om uit te halen. Kan Peck dan voor rust ook nog een keer echt gevaarlijk worden met een schot tussen de palen. Michael van der Werf. Het is toch wel opvallend dat hij nu al meteen mag invallen aan het begin van deze tweede helft. Want de keuze was toch zo makkelijk om Simon Voet op te stellen en niet de nog niet volledig fitte van der Werf. Hij gaat erin komen voor Voet. En Andersson, Javan Andersson, de huurling van Lazio, gaat zijn vierde wedstrijd spelen in het shirt van Peck sinds zijn komst in januari. En hij gaat Mustafa Saymak vervangen. Andersson. Wayne. Van der Werf zit mis. Bakis niet. Bakis. Dat is schitterend gedaan. Nu komt stap 2. Weer in die kleine ruimte. Het kan niet twee keer achter elkaar. Maar die eerste keer was al fijn om naar te kijken. Hij zit weer in een up en niet in een down. Hier bevestigd door de benen bij Van der Werf. Kjumurtsoglu gelooft erin. En niet zonder reden. Bakis blijft er ook in geloven. En dat levert Heracles de 2-0 op. Het kon op geen beter moment en in geen betere wedstrijd dan deze voor Sinan Bakis. Vertrouwen gekregen van Mormoed. Seuken op de bank. Sierhuis op de tribune met een blessure. Er moest iemand opstaan die de doelpunten als spits kon maken bij Heracles. En Bakis doet het voor de derde keer dit seizoen. Redan. Bakis. Met het schot op de vuisten van Lamproe. Wint daar toch weer een persoonlijk duel van Michael van der Werf. Het vertrouwen is er wel. Bij Van der Werf misschien nog wel meer dan bij Voet. De eerste signalen zijn daar en het publiek om dat ook door te krijgen. Samuel Armenteros begonnen aan een warming-up. Doorkoppen. Maar minder goed binnenschieten van Atsic. Dat doorkoppen van Nakayama was uitstekend werk van de Japaner. De La Torre. Kjumurtsoglu. De kroont daar bijna een hele goede wedstrijd met een doelpunt. Een dik kwartier speeltijd voor Samuel Armenteros, 31-jarige Zweed. Speelde op 15 mei van het vorige jaar zijn allerlaatste wedstrijd. Nam tijd voor zichzelf. Had die tijd ook nodig, was het plezier in voetbal een beetje verloren. Ging voor het grote geld naar de Emiraten. Het geld nooit volledig gekregen. Die frustratie en het feit dat het plezier hem daardoor ook werd ontnomen, zorgde ervoor. Voor zichzelf nam. Er ook voor zorgde dat hij tot de conclusie kwam dat hij weer plezier wilde hebben. En dat plezier vindt hij bij zijn oude ploeg, Heracles. 10 minuten voor 2 doelpunten. Om de ongeslagen status te behouden. Paal.
Schot van afstand tussen de palen ook. Wat levert dat verder nog op voor Peck? Nog een kans, De Waal achter het standbeen. Is het slotoffensief hiermee dan begonnen? Andersson. Paal krijgt de opdracht om de bal eruit te halen, maar blijft die blik naar voren houden. En met alle risico's van dien, het doel is leeg. Armenteros voor een comeback om nooit te vergeten, maar het is natuurlijk even wennen. 9 maanden zonder wedstrijd. Van Polen. Castaneer legt hem onbedoeld terug. Wat dan? En het schot van Darvalou. Het tweede schot op doel van Peck in deze wedstrijd. Maar opnieuw Blaswieg die er betrekkelijk eenvoudig tussen kan. Sierra. Voor het slotakkoord. Lausen. Nog een handschoen van Lamproen nodig om de 3-0 te voorkomen. Heracles wint met 2-0, een terechte overwinning. De slechtste wedstrijd van 2022 onder leiding van Dick Schreuder voor Peck. Levert de eerste nederlaag ook op van 2022 voor de hekkensluiter. Zoveel punten gepakt in de top van de puntenpakkers in dit kalenderjaar. Achter de topploegen. Maar het is nog steeds niet genoeg gebleken om uit de gevarenzone te komen. Daar is Heracles door deze overwinning toch wel voor een groot gedeelte uitgeraakt. Het gat met Peck nu 9 punten. En nu maar eens kijken voor de Almeloers wat de rest van de concurrentie daar onderin doet. Maar deze overwinning was er een die niet meer dan terecht genoemd kan worden. Maar Wormoed, gedreven als die is, is dat toch altijd niet voor de volle 100% tevreden.